Hoi, ik ben Manon. En ik ben Charlotte. En in deze video gaan we je alles vertellen over je Loor koffiemachine. We vertellen hoe je hem gebruiksklaar maakt, alles over de koffiecups en het onderhoud. Voordat je aan de slag gaat met koffie zetten, moet je je machine eerst gebruiksklaar maken. Dat is zo gebeurd. Je haalt de machine natuurlijk eerst uit de doos, steekt de stekker in het stopcontact. Dan ga je het waterreservoir omspoelen en helemaal vullen. Je zet een bak onder de koffiemachine en dan druk je op de Lungo-knop om hem zonder cupje één keer helemaal door te spoelen. Dan vul je het waterreservoir weer opnieuw en dan is hij klaar voor gebruik. Je zet met een Loor vier koffiespecialiteiten. Een ristretto, een espresso, een dubbele espresso en een Lungo. En hiervoor heb je twee verschillende cupgroottes. Met het kleine cupje zet je een ristretto en een espresso. En met het grote cupje zet je een dubbele espresso en een Lungo. En hiervoor kun je dus ook voor twee kopjes een koffietje zetten. Wat ook leuk is, is dat je met deze speciale cupjes ook een traditionele filterkoffie kunt zetten. Je verwijdert dan het lipje en verder zet je je koffie zoals je gewend bent. En zo krijg je dus een filterkoffie zonder crema laag erbovenop. Laten we even een kopje koffie zetten. Yes. Eerst een espresso? Ja. We hebben een ristretto, een espresso en een filterkoffie gezet. En als het goed is zie je ook het verschil met de crema laag waar we het net over hadden. Dus bij de ristretto en de espresso zie je hem en bij de filterkoffie niet. Maar als jij een dubbele espresso of een Lungo zet, dan krijg je die natuurlijk wel. Want daar zit natuurlijk niet het lipje op die je eraf moet halen. Het leuke aan een Loor is dat je koffie naar je eigen wens kan aanpassen. Dus stel je espresso is wat te mild of wat te sterk, dan pas je eenvoudig het volume aan. En die kan je dus later ook weer terug aanpassen naar de fabrieksinstellingen. Ja, en mocht je nou thuis een melkopschuimertje hebben of die erbij kopen, dan tover je je kopje koffie ook zo om tot een lekkere cappuccino bijvoorbeeld. En wat ook goed is om erbij te vertellen, de cupjes die zijn van aluminium. En je kunt dus alle cupjes die van aluminium gemaakt zijn in de machine gebruiken. Dus je koopt je cupjes ook gewoon makkelijk in de supermarkt. En tot slot nog even over het onderhoud. De machine geeft zelf aan wanneer je moet ontkalken. Dat zie je wanneer de Lungo en de ristretto knop tegelijk snel gaan knipperen. Je bent hier ongeveer 40 minuutjes mee bezig. En het enige dat je nodig hebt is een ontkalkingsmiddel, vers water en een opvangbak. Nou, dat was hem alweer. Heb je nou nog vragen over de Loor koffiemachine? Stel ze dan in de comments onder de video. En dan zien wij je weer in de volgende. Doei! Doei!